Ja, absoluut. Dat is wel grappig. Wij hebben bij de onderwijsinstelling waar ik het laatst gewerkt heb als schooldirecteur, daar hebben wij een nieuw schoolbeleidsplan gemaakt. En daar hebben wij gesteld dat onze visie was dat wij plezier zien als beste energie om te leren. Ja, dus ik geloof er ook in dat zo is. En niet alleen voor kinderen. Dat is ook bij volwassenen zo, dus ook voor docenten zo, als je ergens plezier aan beleeft. En het is ook onze gezamenlijke taak om te laten zien dat ontwikkeling leuk is. En om ontwikkeling leuk te laten zijn, dat betekent dat je een aantal dingen goed moet doen. En dat is dat het aanbod wat je presenteert herkenbaar is. Hè? Dat mensen denken, dat is ook voor mij. Daar heb ik wat aan, daar kan ik wat mee. Dat je het zo faciliteert vanuit de onderwijsinstelling dat mensen ook plezierig kunnen ontwikkelen. En niet dat er altijd maar lessen uit moeten vallen of dat ze alleen maar in de avonden kunnen professionaliseren. Dus het moet ook gewoon goed gefaciliteerd worden in termen van tijd en geld, zodat we er ook plezier aan kunnen beleven.